Een bevolkingspolitiek moet nationaal breed gedragen zijn. Daarom moet er niet gehaast worden om dit te realiseren. Dit zei ad interim minister David Abiyamofo van Justitie en Politie vandaag in de Nationale Assemblée tijdens de behandeling van de ontwerpwet houdende verlening van de Surinaamse nationaliteit door naturalisatie aan 220 personen. De bewindsman reageerde op een opmerking van NDP-parlementariër Suwarto Mustaja dat het niet binnen deze regeertermijn zal lukken om een bevolkingspolitiek af te ronden. Als je mij vraagt, voorzitter, is dat meer, misschien moet ik zeggen veel meer dan naturalisatie. Het heeft te maken met hoe stuur je actief. Ja, de groei, de samenstelling, maar ook de spreiding van de bevolking aan. En dat vind ik, dat moet een nationale zaak zijn, ontwikkeld met consultatie van alle belanghebbenden. Dus u zegt dat het naar alle schijn niet meer zal lukken voor het aftreden van deze regering. Zoals ik het zie, hoeft dat ook niet zo te zijn. Ik heb eerder gezegd, het moet nationaal zijn, breed gedragen en belangrijk, het moet juist verschillende regeringen kunnen overleven. De bewindsman gaf wel aan het met Mustaja eens te zijn dat het migratiebeleid ingekaderd moet zijn in een groter bevolkingspolitiek.